Als ik achterom kijk, ben ik dankbaar dat ik 14 jaar geleden voor mezelf de knop om heb gezet. Geweld en angst beheersten mijn leven. 5 jaar lang ging ik door een hel. Ik was mezelf volledig kwijt en zag geen toekomst meer. Toch ben ik er sterker uitgekomen. Mijn mentale dieptepunt was een nieuw begin. Door aan mezelf te werken en bewust de juiste keuzes te maken, heb ik mijn ware ik met succes teruggevonden. Ik heb ontdekt dat je mindset veel invloed heeft op je levensgeluk. Tijdens 5 Years in Hell vertel ik over de weg die ik heb bewandeld en neem ik je mee in de achtbaan van mijn verleden. Het leven is niet wat je overkomt, maar hoe je ermee omgaat.